Als een spread uit twee pagina's bestaat, bestaat natuurlijk ook de tutorial daarover uit twee video's. Dus welkom bij video 2. En we gaan verder met het, ja, het vullen van de spread. Dus als eerste gaan we de afbeelding plaatsen op de linker pagina. Dus Ik kies voor File and Place. En kies voor mijn werkstuk. Die is keurig opgemaakt uit 150 pixels per inch. En CMYK. En die plaats ik netjes. Op de randen van de bleed, en um, ja, ik heb alleen maar de linkerkant natuurlijk nodig, dus ik uh, kies deze hendel en sleep daar het midden van mijn spread. En dan heb ik de uitsnede gemaakt. Alleen ik wil liever de rechterkant in, uh, in beeld hebben, dus ik selecteer hier zo de cirkel in het midden en klik en sleep deze met uh, de shift ingedrukt naar links, zodat ik uh, deze uitsnede krijg en daar word ik helemaal happy van dus dat is mooi vervolgens is hier nog een kader nodig die is gemaakt in adobe illustrator en daar kunnen we wat tekst gaan plaatsen een fotootje dus ik kies ook hiervoor file and place Alleen de vormgeving van het magazine is al bepaald. Dus we willen ja, op een exacte plek dat kader gaan hebben. En daarvoor moet je wel goed opletten op het reference point hier linksbovenin. Die staat nu in het midden. Wat ik graag wil is de x en y-waarde ingeven van het linkerbovenhoekje. Zodat die op de juiste plek terecht komt. Dus ik kies hier wel voor het reference punt linksbovenin. En neem dan vervolgens de waarde uit de reader over. Dat is 7 bij 136. En dan staat die exact waar ik hem zou willen hebben. En dan heb ik natuurlijk ook nog een kader nodig om de pasfoto in te plaatsen. Dus ik pak weer een graphic kader. En uh, maak die eventjes een bepaalde grootte. En neem ook hier weer de waardes over vanuit de reader: 13, 139, 31 breed en 43 hoog. En nu staat die ook netjes daar. En dan kan ik hem natuurlijk gaan plaatsen. Dus ik kies voor File and Place. Pak de foto erbij. Kies voor Open. Die staat nu netjes in de foto. Alleen die foto is belachelijk groot. Dus we willen graag dat die proportioneel gaat passen in dit kader. Dus met een rechte muisknop kies ik voor Fitting. En vervolgens Fill Frame Proportionally. En dan past de foto er heel goed in. En naast het beeldmateriaal is er ook nog wat tekst nodig. Dus we hebben ook een tekstkader nodig. Die klik en sleep ik even hier. Want ook daarvan hebben we de maten gekregen. Dus de X-as wordt 64 mm. 173 mm. 80 mm en 9,5. En dan zien we dat hier uh, het tekstkader netjes klaar staat om daar naam en achternaam in te typen. Dus met een dubbele klik switch ik naar het uh, tekstgereedschap en kan ik hier mijn naam en achternaam typen. Uiteraard is het bedoel dat je je eigen voor- en achternaam daar daadwerkelijk in typt. Uh, tussen de paragraph styles kies je voor je naam en achternaam. En vervolgens staat hier volgens de juiste vormgeving je naam erbij. Nog een testkader zorgt ervoor dat we ook de tekst erbij kunnen gaan typen. En dat kader krijgt de volgende waarden mee: 14, 188, 93 en 75. En ook dan past dat mooi in dat witte kader. In Word heb ik de tekst inmiddels al geschreven en ik pak daarvoor mijn eerste stukje tekst. Command C, Command V. De paragraafstijl voorstellen. En daarmee is de linkerpagina nu klaar. Aan de rechterkant hebben we natuurlijk ook nog een afbeelding nodig. Dus die gaan we ook plaatsen met een graphic kader. En nemen we ook weer de waardes over uit de reader. 370, 18, 60 en 80. En daarbinnen plaatsen wij ook weer een afbeelding. En dat moet natuurlijk een ander werkstuk van jezelf zijn. Ik pak voor de uitleg even dezelfde als zojuist. En natuurlijk kan je daarmee ook weer um, de middel van die cirkel je afbeelding gaan verplaatsen, um, of met de rechtermuisknop fitting fill frame proportionally um, zo goed mogelijk plaatsen in je kader. Nou goed, kies daar dus zelf even een mooi werkstuk voor uit. En de rest wordt vooral textueel, typografie gaan we doen. Dus daarvoor maken we voor hier linksbovenin ook weer een, ja, een tekstkader. Die wordt wat groter, want dat wordt de kop van de pagina. 239, 18, 126 en 50 is de afmeting. En dat past precies over deze twee kolommen heen. Dat is heel mooi. We klikken twee keer in het kader en schrijven de... Media vormgever in mei. Citeerde de tekst. En dan kan je hier vanuit je paragraafstijl de titel paragraafstijl kiezen. En ik citeer nogmaals even het laatste woordje. Want daar kies ik hier vanuit mijn tekstopties de kleur eigenlijk gele en groen. En zo voldoet ook de kop aan de eisen. En dan maken we nog een tekstkader voor de inleiding. Ceteer het tool. De x-as 239, 71, 126 en 28 nou, daar moet ik ook weer de tekst in gaan komen. Dus ik ga naar mijn Word document toe, citeer mijn inleiding in design, dubbele klik command v en citeer ik inleiding en is nu inderdaad de Verdana Bold zoals we die graag willen hebben. De inhoudelijke tekst gaan we doen aan de hand van nog een testkader, maar die wordt natuurlijk een stukje groter, want die gaat over de drie kolommen heen komen. Uh, tool en nemen ook hier weer eventjes de waarde over. 239, 107, 191 en als laatste getal 164 en dan past die hartstikke mooi. Uh, maar hierin hadden we uh, aan het begin aangegeven dat hier 5 mm ruimte tussen zou zitten. Dus ook hier bovenin zien we de kolommen weergegeven. Dat worden er 3, 2, 3. En dit wordt exact 5 mm. Als gutter, als gootje tussen de kolommen in. En gaat dat prima passen. Nou, dan is het weer zaak om naar mijn Word document te gaan. En daar alle teksten even uit te halen die ik wil gaan gebruiken. En dat is alles tot aan mijn quote. Command-C. Dubbele klik. Command v. En nu moeten we natuurlijk heel erg gaan opletten dat het uh, ja, er netjes in gaat zitten. Dus wat we zouden kunnen doen is eventjes alles citeren en er platte tekst te maken. Dan klopt het in ieder geval. En zien we nadat nou dat die over is uitgevuld. Laatste regel aan de linkerkant. Dat klopt netjes. Maar de kopjes die moeten anders. Die dienen uh, de tekst tussen kop te gaan krijgen. Je kan de tekst helemaal citeren of gewoon even in de regel gaan staan. Want de regel bepaalt de paragraph style. En op deze manier loopt hij dan ook helemaal netjes. Um, houd wel altijd in de gaten of er niet nog één woordje op de volgende regel staat. Um, zorg ervoor dat het allemaal netjes blijft. Dus zorg ervoor dat je geen hoerenjongen en geen weeskinderen gaat krijgen in je tekst. En dan ziet het er over het algemeen keurig netjes uit. Dan moeten we ook nog een quote maken rechtsonder in de pagina. Dus daarvoor maken we natuurlijk ook een tekstkader aan. En dat tekstkader heeft de volgende waarden: um, x304I. 247, de breedte 126 en de hoogte 28. En die zien we nu hier rechts onderin, mooi op de kolommen uit gaan komen. Alleen je wil heel erg graag dat de tekst erachter niet door jouw kader met de quote heen gaat lopen, uiteraard. Dus ik zorg ervoor dat hier een tekstomloop of een tekstwarp omheen gaat plaatsen, waardoor het beter past. En uiteraard moet je natuurlijk wel even kijken of je tekst goed uit blijft komen. En ik pak daarvoor de quote uit mijn Word-document erbij. Op deze manier en pak daarvoor de quote. Dan is die eigenlijk bijna af. We hebben nu regelmatig gewerkt met die paragraph styles. Maar je zag me al eerder de tekst hier een beetje aanpassen qua kleur. Ook dat kan je in stijlen opnemen. Een paragraafstijl werkt aan de hand van alinea's. En als je alleen een woordje wilt veranderen, dan heb je het over een character style. En zo'n character style kun je aanmaken via type character styles. En dan krijgen we hier ook weer een venster te zien waarin we een nieuwe kerststaal kunnen aanmaken en die geven we uiteraard een mooie titel. Dus met een dubbele klik kan je hem openen en zeggen we titel groen. En dan wil ik graag de karakterkleur erbij pakken. En daarvoor kies ik hier helemaal onderin de C40 magenta 0 yellow 100 en craft zwart 0, de huisstijlkleur van het gele. Ik kies voor oké. OK. En als ik nu een woordje selecteer, ja, als bijvoorbeeld uh, mei, en ik geef hem die kleur, dan pakt hij dat over. Maar dat gebeurt ook bij Visualizer en Illustrator. En het toffe van zo'n stijl is natuurlijk dat als de huisstijl verandert en je wil graag hier uh, het allemaal op rood hebben staan, uh, kiezen voor een preview, dan past hij overal die paragraafstijl aan. Uh, uiteraard kies ik hier voor Cancel, het blijft uh, groen. Uh, maar dat is het handige van die stijlen. Nog even een handige tip hier rechtsonderin voor die quote. Het is natuurlijk wel heel erg mooi als de I en de E netjes onder elkaar gaan uitlijnen. Nou, zou je dat kunnen we gaan doen met een beetje spaties ertussen of wat dan ook. Maar dan komt je nooit echt heel erg mooi uit. Wat je kan doen is je tekstschets gaan pakken en gaan staan voor de I. En als je dan de Command en Backslash doet op je toetsenbord. Of ja, werk je op een Windows machine, Ctrl en Backslash... Dan krijg je dat die i en die e netjes onder elkaar staan. En dat maakt het typografisch toch echt wel een stuk netter. En zo zijn we ineens gekomen aan het einde van deze opdracht. Check nog wel eventjes je spelling. Zorg ervoor dat er geen foutjes meer in zitten. En dan kan je hem gaan uh, ja, opslaan als een package, want we willen graag een uh, package van je hebben via OneDrive. Um, dus uh, check nog eventjes de settings. Kies voor package. Uh, uiteraard moeten we het document wel eventjes bewaren. En dan sla ik hem op op mijn uh, desktop. Uh, spread. Opdracht, kies voor package en dan krijg ik een folder, een mapje waarin uh, van alles en nog wat zit. Laten we even checken: spread, opdracht. Uh, daarin zitten de documentfonds, super handig voor het installeren bij een drukker. Bijvoorbeeld uh, de links naar de documentjes die gebruikt zijn, een uh, idml bestand en die kan je openen in een oudere versie van Illustrator, een huidig Illustrator document en een spread pdf. Alleen in deze pdf, ja, daarin zie je niet de afloop die we hebben ingesteld. En die willen wij als docenten ook graag hebben. Dus we willen nog een extra pdf van je hebben als je je materiaal gaat inleveren. Als dus ik kies voor file en export, uh, dan kan ik in diezelfde folder nog een extra pdf opstaan met afloop. Zorg ervoor dat je dat duidelijk communiceert in de bestandsnaam. Ik kies voor save. Dan ga ik naar de marks and bleeds en kies ik hier voor use document bleed settings. En dan pakt hij die 3 mm extra rondom ook mee. En dan kunnen wij er een mooi boekje van gaan maken als herinnering aan deze klus. Dus op deze manier maak je een spread en vul je hem ook. Dankjewel voor het kijken naar deze twee tutorials en ja, maak wat moois van jouw spread.